Het is nog maar 4 jaar geleden. En we wisten absoluut niet of we hem nou zouden nemen in ons programma, ja of nee. En toen zeiden we, weet je wat je doet? Kom maar naar de repetitie en dan mag je een liedje voorspelen. En dan kijken we of we het leuk vinden. En nou, dan mag je misschien optreden bij ons. En toen hoorden we het, toen zeiden we, nou, zullen we wel, zullen we niet? Ja, nou ja, vooruit. Het is een beetje een gok. Maar laat die maar komen. Nu is het 4 jaar later. Hij heeft een eigen theaterprogramma. Hij heeft een eigen televisieshow. En volgende week krijgt hij de cabaretprijs in Scheveningen. Paul de Leeuw. Weet je dat nog? Ja, dat weet ik nog heel goed. Ja. Vond je het erg dat die wijven zo verschrikkelijk zaten te dubben? Of nou, het was echt zo'n politbureau wat op je afkwam. Het was heel streng, maar het was heel belangrijk dat je als beginnend artiest in het programma zou komen als Sonja of een ander willekeurig programma waar veel mensen naar keken. Ja, en waar de volgende dag veel mensen naartoe zouden gaan naar het programma. Ja. Maar het was wel spannend. En vooral toen ik na afloop ook rijst moest eten op de grond. Dat, ja, ik had er wel van. Had je thuis verteld dat je op de televisie zou komen? Ja, ik woonde niet meer thuis, maar mijn ouders wisten het wel. En nou was het wel zo dat ik... Het was namelijk, ik zou eerst 2 weken eerder optreden bij jullie. En mijn oma was erg ziek. Die was op sterven. Die was 2 jaar daarvoor, had ze een ongeluk gekregen. Ze was de Rijksweg overgestoken met de fiets. Maar ze had hele slechte ogen, min 40 of zo. En ja, het is al inmiddels een jaar geleden. Ik ging heel goed met mijn oma om, dus daarom kan ik er zo over praten. Maar ze is toen opgenomen. Ze heeft toen in zo'n ding gehangen, want alles was gebroken. Dat ging echt de goede kant op. En toen aan het eind van haar renovatie, noemden we het zelf, zo'n 2 jaar renovatie, toen bleek ze dus kanker te hebben. Dat was heel ernstig. Maar mijn oma was zeer christelijk. En ik werkte toen al een beetje bij de NCV. Ik zou een kinderprogramma doen bij de NCV. Dat was dus de Omroep van God. Maar toen mijn oma hoorde dat ik voor de VARA zou optreden bij Sonja dan, toen zei ze van, ja, dat kan toch niet, de VARA? En ze is ook een dag, toen ik optrad, is een dag ervoor overleden. Dus God geeft en God neemt. En dan gaat het over je oma die je heel lief vindt. En dan vertel je ook nog dat ze... Ik ging heel goed met mijn oma om. En ik weet zeker dat mijn oma het ook hartstikke leuk had gevonden als ze het wel had gezien. Ja. En ze is, ik geloof, 81 geworden of zo. Waar ben jij het meest tevreden over, wat jezelf betreft? Mijn uiterlijk. Daar ben ik erg blij mee. Mijn huid ook, heel erg. Ja. Nee, ik ben wel tevreden met hoe het nu gaat. Met mijn prijs. Dat vond ik erg leuk dat ik die prijs kreeg. Ja, waar ben je heel goed in, vind je zelf? Nou, ik kwets, geloof ik. Nee, ik ben goed in... Ik denk dat ik het best ben in een theaterprogramma maken. Ik geloof dat het verhaal maken van het theaterprogramma, geloof ik dat het wel aardig kan. En ja, ik geloof... Ja, dat is zo moeilijk om over jezelf te zeggen waar je goed in bent. Nee, ik vind, nou, ik denk vind soms even, dingen... Wat ik wel leuk vind aan mezelf is dat... Dat je bijvoorbeeld een tv-programma maakt, mensen... Dat je iets doet met mensen, bijvoorbeeld met bejaarden of met de doven. Dat mensen na afloop of kwaad worden of het heel erg goed vinden. Dat mensen over je praten. Dat vind ik wel leuk, geloof ik. Wat vind je slecht in jezelf? Slecht aan wat je doet of minder goed? Nou, dat ik soms wel eens iets te veel zeg. Dat ik denk, dat had ik beter niet kunnen zeggen. Maar het is vaak wel leuk. Ja, maar er zijn ook veel mensen. Kijk, het is zo vaak, mensen die zijn zo vaak, zijn ze zo boos. Dat ik denk van, ja, maar zo komt het niet uit mijn mond. Ik zeg het dan per ongeluk, omdat ik nogal een flap uit ben. Hmm. En dan worden mensen zo vaak boos. Denk ik, joh, word er niet boos. Ga wat leuks doen, ga naar de film of ga in bad. Of, ja, maar mensen worden boos omdat je zo grof bent, bijvoorbeeld, denk ik. Dat ze dat grof vinden. Nou, dat is ook... Ik heb je nou van de week 2 keer, of in de afgelopen dagen 2 keer gezien. 1 keer op de VARA jubileumavond. En 1 keer van de week in Tiel, nou ja, bij jouw voorstelling. En er zit wel, excusé Le Mo, maar hij zegt het wel 100 keer, er zit wel heel veel kut in je programma. Oh. Ja, maar kijk, als jij het zegt, is het gewoon een grof woord. Als ik het zeg, is het gewoon... Ja. Kijk, ik zeg inderdaad, ik zeg vaker dat soort... Ik ben wel grof in de mond. Dat ben ik wel. Maar ik heb ook geen Chinese opvoeding achter de rug. Ik heb dat geleerd. Je moet gewoon zeggen wat je denkt. En soms is het ene keer groffer dan de andere keer. En ik zeg inderdaad... Mijn stopwoordje... Vroeger was mijn stopwoord altijd dikke pik. En het was mijn moeder afschuwelijk dat ik dat altijd zei. En nu is het dan kut geworden. Ja. Ja, nou, je gaat vooruit. Ja.